Er lijkt geen eind te komen aan de crisis in de bouw. Maar toch is er hier en daar nog een succesvol project te vinden. Hoe overleef je als bouwer de crisis? Ik ben Martine Boerkamp. En ik ben Menno Tamming. Dit is TV West Vandaag. Ja, een lichtpuntje voor de bouw in de crisis. Maar er is meer. Den Haag heeft eindelijk een 50 meter wedstrijdpad. Mysterieus hert maakt buurt onveilig. En wat kun je allemaal doen met 16 cavia's? Goedenavond. We beginnen met de grootste drugsvangst ooit in Nederland. Een container met ruim 8000 kilo cocaïne op weg naar een bedrijf in Zoetermeer werd onderschept. De drugs, verstopt in dozen bananen, werden eerder deze week aangetroffen in Rotterdam. De Belgische douane had de container met bananen opgemerkt in de haven van Antwerpen en het transport naar Zoetermeer werd gevolgd. Bij het Rotterdamse industrieterrein Spaanse Polder greep de politie in. De chauffeur van de vrachtwagen en vier mannen die de lading wilden uitladen werden aangehouden. De kook zat verstopt tussen bananen. Ja, en dan wilt u natuurlijk weten hoeveel de drugs waard zijn. Nou, houdt u vast, 280 miljoen euro. Ondanks de crisis in de bouw zijn er ook lichtpuntjes. Omroep West bracht gisteren het nieuws dat er alleen al in deze regio 2.500 banen verloren dreigen te gaan doordat bouwprojecten stagneren en het aantal afgegeven bouwvergunningen dramatisch is gedaald. Toch zijn er ook projecten die wel goed lopen. Op dit braakliggend stukje grond bij de megastores in Den Haag gebeurt iets unieks. Nog nooit konden mensen geheel naar eigen idee en zonder verstikkende regelgeving zelf een huis bouwen in een binnenstad. Het grote voordeel is dat je zelf bepaalt wat je gaat maken en hoeveel geld je eraan uitgeeft. Je houdt overzicht. Je houdt overzicht, ja. Volgens de Haagse wethouder Noorder heeft deze manier van bouwen de toekomst. Het wordt makkelijker. Het wordt ook met allerlei vrijheidsgraden waarbij je eigenlijk tegen de mensen zegt, nou, u heeft een initiatief, prima, gaat uw gang. U moet het wel zelf doen. Dit soort projecten zijn volgens belangenorganisatie Bouwend Nederland lichtpuntjes in de huidige bouwcrisis. En ook architecten denken dat met dit soort projecten het bouwen weer gestimuleerd kan worden. Op dit moment gaat het heel slecht. En dat heeft te maken met grote projecten die allemaal niet doorgaan. Dat is ook niet meer van deze tijd, denk ik. Het is hier, je ziet het ook, we moeten meer in de stad gaan bouwen en veranderen. Oude gebouwen, lege kantoren. Er zijn ontzettend veel kansen om samen met die gebruikers daar mooie dingen te maken. En de pionierende Haagse wethouder, die kan het nieuwe bouwen van harte aanbevelen aan zijn collega's in andere steden. Het is een nieuwe tijd, wen er maar aan. En het is ook eigenlijk wel weer hartstikke leuk, want je moet op een andere manier omgaan met stadsontwikkeling. Maak het flexibel, geef mensen in je stad de ruimte om het te doen. En breng dus hele nieuwe partijen, namelijk eigenlijk je eigen burgers. Geef die een plekje, ja, in die bouwwereld. Ja, en wethouder Noorder wist ons ook nog te vertellen dat de kavels de deur uitvliegen. 60 van de 77 kavels op dit terrein zijn inmiddels verkocht. 1,5 jaar is eraan gebouwd. 30 miljoen euro werd eraan uitgegeven. Maar dan heb je ook wat. Ja, een overdekt 50 meter bad aan de rand van de wijk Ypenburg. Maar er is nog veel meer. Het Hofbad is geopend. Een zwembad waar de Hagenaars in de herfstvakantie heerlijk kunnen bubbelen of van de glijbaan kunnen gaan. René den Hertog is trots op zijn zwembad. Een van de onderdelen van dit recreatiebad is het peuterbad voor de hele kleintjes onder ons. De whirlpool om lekker in de cirkel te gaan zitten. Dit is de bruisbank. Heel leuk als je hier onder water kunt gaan zitten. Onder het genot van de bubbels heb je uitzicht op de glijbaan. Maar echt bijzonder is het 50 meter bad. Bedoeld voor wedstrijden, trainingen en gevuld met 3 miljoen liter water. Het unieke is dat dit bassin in tweeën te delen is door middel van deze keerwand waar we nu bij staan. Aan de rechterkant in het 50 meter deel zou je dus een waterpolo training kunnen doen. En aan de andere kant zou de instructie kunnen plaatsvinden. Leren zwemmen, kunstzwemmen, andere activiteiten die je maar zou kunnen bedenken. Dit is de valbreekinstallatie. Op het moment dat kinderen een nieuwe sprong gaan maken, dan zijn ze vaak wat nerveus omdat ze bang zijn om plat te vallen. Doordat je deze installatie gebruikt, dan komen de kinderen in de bellen terecht, waardoor je minder plat valt, dus ook minder pijn hebt.
Veilig genoeg dus om een dodensprong te wagen. Ja, ik vind het wel stoer. Ik zou het niet doen. Ze doet het beter dan Patty Brart. Ja. Dat wel, ja. Nou, dit weekend mogen buurtbewoners gratis komen zwemmen. En er zijn ook demonstraties, maar ja, helaas zijn die kaartjes allemaal al vergeven. Vanaf maandag kan iedereen een kijkje nemen in het nieuwe zwembad. Straks in TV West Vandaag. Wat kun je allemaal doen met cavia's? Ja, het lijkt altijd heel wat op de foto, maar het stelt niks voor. Een leuk compliment. Overige nieuws. De politie Haaglanden heeft gisteravond in de Haagse wijk Eskamp gezocht naar getuigen van de moord op Michel Gordijn. Gordijn werd vorige week doodgevonden in de bossen bij Bergijk. De politie zette borden neer en deelde folders uit in de Paterswolderstraat in Eskamp. Daar is het slachtoffer volgens de politie vermoord. In een portiekflat in die straat werd al een verdachte aangehouden. Alle 47 gedupeerde patiënten van het Groene Hartziekenhuis, van wie de gegevens illegaal zijn ingezien, hebben een brief gekregen. In de brief biedt het ziekenhuis zijn excuses aan. De gedupeerden kunnen het ziekenhuis bellen als ze nog vragen hebben. Omdat de beveiliging niet op orde was, zijn de dossiers van de 47 patiënten door onbekenden ingezien. Er wordt nog uitgezocht wie er precies in heeft rondgeneusd. Alfa aan de Rijn roept inwoners op om plannen in te dienen voor een nieuw poppodium. Sinds het faillissement van het kasteel heeft Alfa aan de Rijn al enkele weken geen poppodium meer. De gemeente vraagt daarom Alfenaren mee te denken. Voor een nieuw podium is jaarlijks 100.000 euro gereserveerd. En tot nu toe zijn 8 plannen ingediend. Ja, Martine, we kennen natuurlijk op de middelbare school Duits, Engels, Frans. Spaans. Spaans misschien ook nog. Ja. Maar Pools? Nee. Dat is nieuw. Nou, die lessen kun je nu wel gaan volgen op het Aloysius College in Den Haag. Dat kan na de herfstvakantie. En het is de enige middelbare school in Nederland die Pools aanbiedt als schoolvak. Mili widzowie, mam na imię Marta i po wakacjach będę miała lekcję polskiego. Dit is Marta. Ze zit in 4 HAVO op het Aloysius College in Den Haag. En na de herfstvakantie begint ze met lessen Pools. Voor haar geen enkel probleem, want zij spreekt die taal vloeiend. Ja, ik spreek het. Ik kom zelf uit Polen en mijn ouders ook. Initiatiefnemer van de lessen Pools is leraar Duits Wim Jansen op de Haar. Hij verbaasde zich erover dat er nog geen middelbare scholen zijn die Pools geven. Er zijn basisscholen in Den Haag. Je kunt Pools studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Op middelbare scholen is niks. In het hele land niet. En wij hebben hier de primeur en ik ben daar heel trots op. Maar waarom eigenlijk Pools? Voor Marta is het duidelijk. Voor het VWO heb je wel een andere taal nodig, behalve het Engels. En ja, ik ben niet echt een taalpersoon, zou ik maar zeggen. En omdat je Pools dan al spreekt, denk je net is dan lekker makkelijk? Ja, eigenlijk wel. En ook de rector van de school ziet er wel aardigheid in. Nou, Pools, omdat er inderdaad in dit land veel Polen zijn. En het toont ook weer dat je meer begrip over en weer krijgt als je de taal beheerst. En in dat kader, ook in het kader van tolerantie in dit land, vinden wij dat Pools daar prima bij past. En dan maar te hopen dat de docent Pools de taal beter beheerst dan degene die het initiatief heeft genomen voor deze lessen. Ja, ja, dat is wel te hopen. Dat is wel handig, ja. Ja. Goed, Oesgeest dan is afgelopen woensdag opgeschikt, Menno, door een groot loslopend hert. Het is er weer tijd voor, hè? Ja, 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 het is door verschillende mensen gezien bij het Leidse Hout en kan gevaarlijk zijn. Ja, zeker, want het is er weer tijd voor, hè, deze tijd van het jaar. Het is de bronsttijd voor de herten. Ja, dan zijn de mannetjes herten niet schuw. Sterker nog, ze gaan lekker achter de vrouwtjes aan. Matthijs en Pepijn zijn de eerste ooggetuigen die ik spreek. Zij werden opgeschrikt. Vlakbij de parkeerplaats van de hockey kwam opeens een hert tevoorschijn. En ja, de jongens waren onder indruk. En mevrouw ook, die dacht, als het hert maar niet mijn kinderen omver loopt. Een hert in de bebouwde kom, dat vlucht natuurlijk naar het bos. Er is een hert ontsnapt. Oh, er is een hert ontsnapt? Oh, wat leuk. Ja. Nou, leuk. Uit de kinderboerderij. Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Maar een heel groot damhert met een groot gewei, heb je nog niet over gehoord? Nee. Volgens mij zit u een beetje als voor de gek. Nee, het is echt waar. Hier in de wijk. Ja, komt er of in waar dadelijk zo aanvliegen. Nee, als onderzoeker word ik nog niet helemaal serieus genomen. Maar al snel kom ik terecht bij het theehuis van het Leidse Hout. En daar heeft Willem 's ochtends het hert gezien. Hij stond bij het hek te kijken naar deze meisjes. Het losgeslagen mannetjesdamhert werd wellicht door de geur van de meisjes gelokt naar het Leidse Hout, naar het hertenkamp.
Hij vluchtte daar weg op de ochtend van de woensdag en liep de Kempenaarstraat in, de winkelstraat van Oesgeest. Komt een mevrouw hier op de fiets bij de zebrapad en die gilt opeens. Dus wij kijken allebei naar het zebrapad. En dan komt er opeens vandaar bij het beleg van Oesgeest een hert aanlopen, heel hard. En die gaat het straatje in bij de Beukenhof. Iets verderop loopt mijn spoor dood. Wat voor soort hert is dit, wat u in de aanbieding heeft? Het is een gefokt hert. Een gefokt hert? Gefokt hert. Uit Schotland. Een sikka hert? Ja. 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 Dat is leuk. Lekker. Mals en lekker. Want een damhert is iets te vet. Vetter, ja. Die zijn meestal voor patés en ragout. De poelier heeft een ander hert in de aanbieding, dus moet hij overgestoken zijn richting dit natuurgebied. Want daar is het groen en misschien, kijk, een voetspoor van 2 dagen oud, we weten het niet. Mocht u het hert nog tegenkomen, houd afstand, want het beest kan gevaarlijk zijn. En belt u de politie. Ja, ik zou bij de meisjesherten gaan kijken. Ja, daar zal hij wel zitten, toch? Ja. Ja. Zo dadelijk, wie is toch dat meisje dat danst met Bono van U2? Ja, ik moet je zeggen, ik verbaas me erover, maar ik kijk het vaak wel. Al die tv-programma's die er de laatste tijd zijn, waarbij het een puinhoop is bij mensen thuis, of waar het financieel of relationeel een zootje is. Ja, of het is er letterlijk één grote vieze beestenbende. Ja, nou ja, de familie Domburg uit Bodegraven, daar is het ook net een dierentuin, want zij hebben namelijk maar liefst 16 cavia's. Ja, maar zij willen even laten zien dat dat ook heel netjes en schoon kan. Diana Domburg is verzot op cavia's. Er leven 16 harige exemplaren in haar huis en achtertuin. Ze noemen het dus ook het cavia-virus. Als je ermee besmet bent, dan kom je er niet meer vanaf. Ze begrijpt er niets van dat sommige mensen er thuis een beestenbende van maken. Ja, verschrikkelijk. En daarvoor wil ik dus laten zien met dit dat het ook anders kan. Dat je toch een hoop dieren kan hebben en dat het ook leuk kan zijn. Hoe leuk het is om een huis vol cavia's te hebben? Diana laat zien wat je er allemaal mee kan doen. Ja, het lijkt altijd heel wat op de foto, maar het stelt niks voor. En wat doe je met de foto's? Op de website zetten. Je houdt een website bij? Ja, speciale cavia-site. Piekaar & Co. Dat mensen toch een beetje kunnen zien het reilen en zeilen een beetje van wat wij doen. Diana doet nog meer creatieve dingen met cavia's. Ze maakt namelijk cavia-hangmatjes. Ja, er hangt er één in de stal. Ik heb er al 300 gemaakt, denk ik. 300? Ja. En wat doe je daarmee dan? Verkopen. Ik ben eigenlijk wel op de site heb ik gezegd dat ik ermee stop, maar er zijn zoveel aanvragen. Dus er staat alweer een bestelling van 15. Oh. Luister, de billen zijn een beetje dik. Wat doe je nog meer met cavia's? Kleien, caviatjes kleien. Moet je naar het toilet. Je toch iets zo kan zien. Kijk, dat zijn al onze eigen caviatjes die helaas al overleden zijn, maar wel nageschilderd in onze eigen caviatjes. De laatste tijd heeft Diana het een beetje te druk om creatief met de cavia's te zijn. Er is namelijk gezinsuitbreiding. Dit is Madelief met haar baby's. 5 dagen oud, 6 dagen oud. Zijn dit nou ook een beetje jouw baby's? Ja. Daarvoor ga ik dus ook op de bank slapen als ze moet bevallen of er 's nachts 3 keer uit. En het cavia-virus heeft ook Diana's man getroffen. Je kijkt heel verliefd naar de cavia's. Ja, maar ik ben ook verliefd op die beestjes. Je houdt toch beesten omdat je van ze houdt? Als je maar hier gewoon buiten zit en die hokjes zijn open en ze staan lekker parmantig naar buiten, dat is voor ons genieten. Tenminste, voor ons wel. Ja, oh, doe je het wel. Ja, doe je het wel, hè. Ja. Ah, het is wel lief, maar 16? Ja, en cavia kleien, ik moet er nog even aan wennen. Nou, gelukkig, gewoon bij ons op de bank, niet in zijn hangmatje. Paul van Berkel, ja, het is weer bijna weekend, onze entertainment-expert. Ja, er gaat weer een hoop gebeuren dit weekend, denk ik. Ja, absoluut. In ieder geval de grootste rockband aller tijden. Die geeft een legendarisch concert in de bioscoop. En de grootste poptempel van Den Haag. Die paard natuurlijk bestaat maar liefst 40 jaar.
zit hier al een beetje mee te swingen. Dansen, heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zo'n broek nog nooit aangehad heb. Maar goed. Moet je het doen? Dankjewel. Wij dansen op de dansvloer. Maar op het podium, ja, daar staan wij niet. Daar staan de grootste der aarde. Ja, zeker ook in het paard. Er is een komen en gaan van dat soort gasten. Maar ook natuurlijk nieuw talent wat je daar kunt ontdekken. En het mooie is, vanaf vrijdag 19 oktober blikt het paard dus terug op 40 jaar geschiedenis. Dan kun je allerlei oude helden gaan bekijken. Zoals Grupo Sportivo, Barry Hay, Hallo Venray. Maar trouwens ook de nieuwe helden, zoals bijvoorbeeld Direct. En de afsluiter vind ik ook te gek. Dat is puur gelul, staaltje, behoorlijk verbaal geweld, zeg maar. En de grote gast daar, niemand minder dan Kees Verkoot. Leuk. Ja, toch? Schitterende line-up. Leuk om op terug te kijken. Ja. Je bent ook nog op zoek naar een mystery guest. Ja, dat is het mooie eraan. Programmamaker Erik Kooijman is eigenlijk bezig met een documentaire. 40 jaar het paard. En het mooie er is, een van de bizarre dingen die er gebeurd is in die 40 jaar. In 1980 stond de band U2 gewoon daar op het podium. Voor een bedrag van 7,50 gulden kon je toen naar binnen. Ja. Wij hebben daar beelden van. En op die beelden zie je dat, eigenlijk deed Bono dat, de zanger, al heel vaak. Hij trekt gewoon een meisje uit het publiek. Dat deed hij dus in 1980 ook al. En voor die documentaire willen wij natuurlijk weer heel graag weten, wie is dat meisje? Laten we even kijken. Ja, leuk. Doe me denken aan Bruce Springsteen. Nou, hoe oud zou ze hier geweest zijn? Een jaar of 20 misschien? Ik gok een jaar of 20 inderdaad. 52 was ze 52? Ja. Hoe oud zou ze erbij zitten? Ja, dat is de vraag dus inderdaad in dit geval, ja. Dit is natuurlijk zo van, komt uit Ierland misschien wel. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak, dat allerlei mensen bands achterna reizen. We weten het nog niet echt precies, maar ken je haar of ben je haar? Mail dan naar westopzondag@omroepwest.nl, want we zijn dus naar je op zoek. We hebben al wat tips gehad die in deze richting gaan. Echt, maar het zou zomaar kunnen inderdaad dat we die persoon te pakken hebben. Maar alle tips zijn welkom natuurlijk. Oké, nou laten we het hopen dat het lukt. Nog een leuke tip voor komende week? Ja, absoluut. In 2007 besloot Led Zeppelin, een van de grootste rockbands aller tijden, een laatste concert nog eens even te geven. 20 miljoen mensen wilden daar naartoe. 18.000 plaatsen waren maar beschikbaar inderdaad. Ongelooflijk. Klein probleem. Dat is wel opgenomen uiteindelijk, dat concert. En het wordt nu eenmalig op woensdag 17 oktober in de bioscoop uitgezonden. In heel de wereld, heel veel bioscopen. Maar ook dus in de Pathé bioscoop in Den Haag. Ik zie je helemaal meebewegen, Paul. Volgens mij ga je zelf. Ik ben erbij, absoluut. Ja, geen zitplaats in de bioscoop neem ik aan. Dat wordt staan, met bier. Ja, mooi. Leuk. Ja. Nou, veel plezier daar. Dankjewel, Paul. Tot volgende week. Tot volgende week. Gaan wij naar het weer, Huub Misé. Ja, het was wel wat winnen vandaag. Want we waren wat mooie dagen gewend natuurlijk eerder deze week. Om eerlijk te zijn, het was vandaag helemaal niet, Huub. Nou, Menno, daar heb ik eigenlijk niets aan toe te voegen, want het was ook niks natuurlijk. Hè. Het begon allemaal al vanochtend vroeg, rond een uurtje of 3:30. Vannacht dus al regen. Overdag was het zo en ja, morgen wordt het ook eigenlijk allemaal nog niet beter. Inderdaad, in vergelijking met de andere dagen was het niet veel soeps, zeg maar. Of dat zo blijft, zondag, begin volgende week, daar ga ik straks meer over vertellen in het langere weerbericht. We zijn benieuwd. Tot zover TV West vandaag. Meer nieuws is te lezen op onze website omroepwest.nl. En hoort u natuurlijk ook op 89.3 Radio West. Maandagmorgen vanaf 7 uur is het nieuws terug op TV West. En wij van TV West vandaag melden ons maandagmiddag weer vanaf 5:30. Dank voor het kijken en een heel fijn weekend. Maak er een mooi weekend van.